voor. Dit tot groot verdriet van Job de Passer, Den Haag. Vandaag trekken Job en zijn vrouw er dan ook op uit om jongeren aan het neusfluiten te krijgen. De mond dan. Pas me wel op. Sluit helemaal af. Je blaast door je neus. Wat is nou je favoriet, meneer de Pas? Nou, dat zijn toch wel deze moderne. Ja? Ja. Deze heeft ook het voordeel dat hij een klepje heeft hier. Ja. Dat is lekker. Ja, dat is goed hoor. Ja. En u bent een professional? Over mijn niveau zijn te vier. Dus u hoort echt bij de top? Ja. En uw vrouw ook? Ja, die hoort zeker bij de eerste 50. Zij zou even goed kunnen zijn als ze zou willen, maar ze is wat minder gedreven, dus... Ik kan het gewoon, ik ben minder muzikaal. Ja. Ik ben een volger. Hij zegt het altijd van, je bent een goed sporend aanhangertje. Sommige mannen halen zo'n vrouw uit Thailand. Ik kan je toch zeggen, ja? Wat gaat er nou door u heen als u uw man op zijn fluit ziet spelen? Ik vind dat het mooi. Ja? Ja. Maar hoe is dit nou begonnen, meneer de Pas? Nou, dat zal ik vertellen. We hebben er bestond lang geleden een zaak die een groot grutter, die heette de Gruiter. Als je moeder voor meer dan 5 gulden kocht, dan kreeg je het snoepje van de week. En soms was dat een neusfluitje van dit model. Die komen uit die tijd. Een lekkere fluit ook? Ja. Dat is die zit heel goed in elkaar. Maar wat was het dan aan die fluit? Ja, die fluit die deed het gewoon leuk. We hadden succes ermee ook, met liedjes fluiten aan de afwas. Ja. Je kunt er mensen mee voor de gek houden, je kunt er vogelgeluiden mee maken. En dat is, je kunt er een telefoontje, biedt dat nog een hoop mogelijkheden? Ja. Ik zat al een keer in een hele grote vergadering, er was een ambtenaar, en zat er iemand naast mij, daar had ik een appeltje mee te schillen. En ik wist toevallig hoe zijn telefoontje ging. Dat was het geluid van zijn telefoon. Hij begint op een gegeven moment te voelen. Hij dacht dat hij er voorbij had. Alle ogen van hem vergaan. Wat voor iemand is zijn telefoon niet uitgezet. Hij had zijn telefoon in zijn jas op de gang. Maar dat was meesterlijk. Hij begreep niet hoe dat kwam. Hij weet het nog niet. Hij vindt dat zijn leuke mogelijkheden. Toch jammer dat zoveel mensen het een kinderachtig instrument vinden. Ja, zeker. Het is een niche. Ik bedoel, het is een heel klein ruimtetje waarin het instrument zich afspeelt. Ja. Ja. Dus, en dat zou, hij zou de plek in moeten nemen van de blokfluit. Ja? Ja. Ik probeer een paar de aandacht te trekken. Ik ben van de neus van het neusfluitwezen. Zouden jullie willen proberen? Ja. Hebben ze. Zachter wel. Want ik kijk of je goed van je mond hebt. Komen er nog meer aan, meneer de Pas? Ja. Nou, nog een keer. Missie geslaagd, meneer de Pas. Hij is geslaagd. Ja, hij is geslaagd. Ja.